Hoi en superleuk dat je kijkt naar de derde verhuisvlog alweer. Het is vandaag maandag, een nieuwe start van de week. Vandaag gaan we weer verder met schilderen. De roze muur in mijn kamer, daar moet nog een extra laag overheen. Dus daar zijn we nu mee bezig. De rest van mijn kamer blijft wit. Zoals jullie zagen, omdat die ene roze muur zo fel is, reflecteert die gewoon roze naar de andere muren. Dus de andere muren laat ik gewoon wit. Doe er nog wel witte verf overheen, zodat het helemaal mooi afgewerkt is. Nog wel iets minder leuks, want we wilden eigenlijk vandaag een extra laag op de gang aanbrengen. Maar toen kwamen we erachter dat alle verfwinkels, letterlijk allemaal, gewoon dicht zijn op maandag. Nou, dat wist ik niet. Wisten jullie dat? En nou, de verf die we hebben, die kan je niet bij de bouwmarkt halen. Anders kon dat gewoon. Maar die moet je echt bij een verfwinkel halen. Dus ja, we hebben hem nu online besteld. Die komt vanavond binnen. Maar ja, dat is natuurlijk niet op tijd. Dus we gaan daar morgen, dinsdag, pas mee aan de slag. En we hebben voor de woonkamer een schilder geregeld. We wilden eerst alles zelf doen, maar het gaat toch niet helemaal zoals gepland. Bij de verf op mijn roze muur in de gang zag je heel veel strepen nog. En ja, ik heb echt geen zin dat het in de woonkamer ook gebeurt en dat we er dadelijk 3 keer overheen moeten of zo. Of superveel verf moeten kopen, want die verf is ook hartstikke duur. De schilder kost ook geld, maar goed, ik vind wel even een fijn idee dat een professioneel iemand de woonkamer doet. Dat vind ik wel de belangrijkste kamer, want ja, daar ben je het vaakst. Meijer in actie. Kijk hem nou met zijn stok. Zie ik YouTube tutorials kijken? Hoe je geen strepen krijgt? Ik zie geen strepen. Ja, een beetje, maar dat is ook onvermijdelijk. Ja, ik moet even dit schilderen. Wit gewoon. Ja, het wordt wel even wat mooier, want je ziet toch wel een beetje van die vegen af en toe, zwart of viezigheid. Nou ja, maakt het toch zo even mooier. Hey, het is dinsdag. Het lijkt alsof het nu nog maandag is, want ik heb weer dezelfde trui aan, maar dit is even mijn schildertrui. Dit zijn een beetje saai dagen, want ja, we zijn weer bezig met het schilderen. En Meiron die heeft net heel de gang opnieuw geschilderd, want er waren nog heel veel vegen en zo. Nou, moet je kijken hoe egaal het hier is. Het is nu echt super mooi. Ik heb in mijn kamer ook nog een muur wit geverfd. Deze. Meryl is nu bezig met het laatste bij het raamkozijn. En daarnaast is hij er helemaal klaar mee, toch? Ik ben helemaal klaar mee. Nou, dat is duidelijke taal. Gelukkig komt er een schilder. Ben ik altijd aan het werk in het filmpje en jij niet? Ja, het lijkt nu alsof ik nooit wat doe. Omdat elke keer jullie bezig zijn, dan zit ik te filmen. Maar ja, ik kan niet filmen en je doen tegelijk. Ik heb ook heel veel gedaan. Daarom heb ik ook niet zoveel gefilmd. Nou, vandaag heeft Meijer wel echt het meest gedaan. Ja. En we hebben nu ook 2 rustdagen. Oh my god. Nou, die kunnen we denk ik wel gebruiken. Woensdag en donderdag gaan we dus niks doen. En zijn we gewoon lekker thuis. Niet hier thuis, maar in thuis, als waar we nu nog wonen. En dan vrijdag komt de schilder voor de woonkamer. Echt super chill dat we dat niet hoeven te doen. Dus die komt vrijdag om 8:00 ochtends. Ook een leuke tijd. Maar ja, hij gaat het in 1 dag doen. Dus hij moet echt vroeg beginnen. En dan vanaf zaterdag gaan echt de leuke dingen beginnen. Want dan komt de vloer. En die wordt al gelegd. Daarna komt de keuken en de bank, de meubels. Dan komt het al echt tot leven en wordt het echt een huis. Want nu is het echt nog super saai. Maar vanaf dan begint ook echt de inrichting. Noem het allemaal maar op. Daar kijk ik vooral heel erg naar uit. Ik heb heel veel zin om dat allemaal bij elkaar samen te stellen. En het echt te zien transformeren van dit naar een echte woning. Oh, het is wel leuk om nu een soort van transition te doen van als ik nu hier sta en dan over een paar maanden weer of zo. Het is vrijdag. Gisteren was er eigenlijk niks filmen. Kleed mij om. Oh, maar hij gaat zich omkleden en die loopt in zijn vieze kleding. Ja, want er is wel vandaag weer wat gebeurd. Niet door onszelf. Er zit nu een kleur in de woonkamer. Kijk. Het is echt een hele lichte kleur. Ik had toen die kleuren getest in de vorige vlog. En toen hadden we het erover dat ik die lichtste kleur toch het mooiste vond. Nou, die zit nu dus op heel de muur. Ja, ik vind dat het een hele warme sfeer geeft. Maar het is toch nog gewoon basic. Kijk ook hoe mooi en recht die randjes zijn gedaan. Nou, ik kon het niet hoor. Dus ik ben zo blij dat dit is gedaan. Nu zijn we ons aan het voorbereiden op de vloer die morgen komt. Dus we moeten alles uiteraard uit de kamer halen. Het is zaterdag en de vloer komt eindelijk vandaag. Ik heb er zoveel zin in, want dan wordt het eindelijk gewoon echt een huis. Eerst komt er nog wel een laag op de vloer en dan op die laag komt de echte vloer pas. En dan is nu even wachten op de vloerenleggers. Oké, nou de jongens van nieuwe PVC-vloer zijn er. En nou, we hebben dit allemaal boven getild. Vooral hun hoor, ik niet zoveel. En we gaan nu beginnen met de vloer egaliseren, toch? Ja, klopt. Ik ga eerst de primer zetten. En als die droog is, gaan we hem 3 mm egaliseren. Ja, en dan maandag, het is nu zaterdag, maandag komt de vloer. Klopt. Dat wordt het leukste gedeelte. Nu is het nog, ja, maar wel een belangrijk gedeelte dit. Het is heel belangrijk, het is de basis. De basis van de vloer. Ja. Dus ben benieuwd, we gaan aan de slag. Nou jullie, ik ga meehelpen toch? Ik ga ook even een vloertje even gieten. De badkamer is weer chaos, ja maar kijk, de hele vloer wordt nu gelegd. Dus ja, overal moet alles uit, behalve hier, nu de vloer al. Dit is de hele vloer, van 4 vloers natuurlijk. Hier zie je een beetje al. Hij ziet er echt super mooi uit.
Ja. En toen was het tijd om te beginnen. Ze begonnen met het aanbrengen van een primer op de vloer en daarna gingen ze de egaline maken. En die zou ik zelf dus gaan aanbrengen. Ik ga gieten. Ja, maar eerst wilde ik natuurlijk wel even kijken hoe het moet voordat ik mijn eigen vloer verpest. Hier deed ik kniebeschermers om, daarmee kan je iets comfortabeler op de vloer zitten. Nou, mijn eigen vloer. Gaat het goed op? Ik heb nog een klein stukje zelf gedaan, want ik vond het eigenlijk best wel satisfying om te doen. Maar de rest heb ik toch overgelaten aan de experts. Het is een paar dagen later en de ondervloer is nu helemaal opgedroogd. Ik sta nu in de parkeergarage en ik ga nu naar binnen om dus te kijken hoe de vloer echt gelegd gaat worden. De echte vloer. En dit is dan die echte vloer. Een PVC vloer van Viva Floors. Dit is de kleur Eiken 7810. En ze lijmen deze dus vast aan de ondervloer. En ik heb ervoor gekozen om de plank recht te leggen vanaf het raam gekeken. Ik vond dat het wel het mooiste effect had. En om de vloer helemaal mooi en strak te krijgen bij de randjes kunnen ze dus gewoon stukjes ervan afsnijden. Ik heb ze vanaf hier gewoon lekker hun gang laten gaan en ik ben tussendoor nog even naar huis geweest. Terwijl mijn vloer nog gelegd wordt, zit ik te denken om alvast aan een ander project te beginnen. Deze week heeft Myron namelijk een heel groot busje gehuurd, omdat we de tv-kast moeten ophalen. En dat is helemaal in Hoorn, dus dat is zeg maar boven in Noord-Holland. Dat is voor ons best wel ver. En ja, we hadden daar een groot busje voor nodig, dus vandaar. Maar we kunnen nu dat busje ook gelijk gebruiken om het een en ander te verhuizen, nu de vloer er dadelijk in ligt. Want bijvoorbeeld deze kast, deze dressoir, die is van Meet. Niet meer te koop, want Meet is failliet natuurlijk. Helaas, zo jammer nog steeds. Maar die wil ik heel graag meenemen voor in mijn studio, zeg maar. Dan kan ik daar eventueel nog spullen in doen. Ja, je hebt toch altijd dingetjes die je wel moet bewaren, maar niet elke dag nodig hebt. Nou, dat is een beetje die kast. Er zit spullen in. Ik heb ze wel nodig, maar niet elke dag. Maar ik wil deze kast dus ook een beetje gaan gebruiken als eventueel extra kledingkast. Of voor beddengoed bijvoorbeeld, weet je wel. Maar dan moet ik wel echt gaan opruimen, want iedere la zit bomvol. En ik denk dat er wel wat dingen weg kunnen, maar wat? Ja, dat moet ik nog gaan uitzoeken. Oh, ik haat dat uitzoeken en zo. Ik kan ook zo moeilijk afstand doen van dingen. Bij alles denk ik dan, oh, misschien heb ik het nog nodig. Of, oh, dit vond ik toen zo leuk. Nee, ik kan echt heel moeilijk dingen weggooien. Dus dat is echt drama bij mij. Trouwens, het was een paar dagen geleden natuurlijk Black Friday. Ik heb nog een aantal aankopen gedaan. Ik zal ze even aan jullie laten zien. Ik heb niet heel veel gekocht of zo. Maar ja, ik had toch nog wat dingen nodig. Dus dan kan je ze maar beter in de korting kopen. Ik heb een stofzuiger besteld van Dyson. Ja, je hebt het toch nodig. Deze, die hebben we nu hier thuis ook. En die vind ik wel heel fijn. Je kan hem met zo'n laser het stof zeg maar op de grond zien. Zegt ideaal. Die komt vandaag binnen. Ik heb ook een pan besteld. Deze is van het merk Le Creuset. Dat zijn best wel dure pannen, maar die zijn zo goed. Mijn moeder heeft er dus ook een paar. Die blijven echt altijd goed. Niks bakt aan. Echt perfecte pannen. Maar ja, dus wel heel duur. Maar ik heb er nu twee. Deze en een Harry Potter pan. Want dit merk had dus een samenwerking met Harry Potter. Dus ik heb gewoon letterlijk een Harry Potter pan. Hoe vet. Ik heb ook een prullenbak besteld. Een hele simpele. Maar ja, prima. Oh, en dit is wel echt het allerleukste wat ik heb besteld. Oh my god, ik ben obsessed. Ik heb deze bureaustoel besteld. Oh my god. Hij is lichtroze. Ik vind hem zo leuk. Ik kwam hem tegen en ik wist gelijk, ja, die moet ik hebben. Dat wordt hem. Echt, ik ben obsessed met deze stoel. Ik hoop dat hij snel binnenkomt. Hij is van het merk Secret Lab. Ik ken het nog niet echt, maar het schijnt wel een heel goed merk te zijn. Het schijnt ook goede stoelen te zijn. En hij zag er leuk uit, dus dan ben ik verkocht. En ik heb dan nog één ding gekocht met Black Friday. En dat is een nieuw jas. Ik zocht al zo lang de perfecte zwarte pufferjas. En ik heb hem gevonden. Ja, dit is hem gewoon. Kijk nou, lekker puffy. Lekker oversized. Lekker warm. Ik vind hem ook dicht gewoon wel leuk staan. Ja, hij is wel natuurlijk groot en dik. Maar het is ook wel echt bedoeld als winterjas. Als het echt, echt koud is. Ja, helemaal blij mee. Ik zat erover te twijfelen omdat hij heel duur was. Maar toen was er korting. En toen was ik blij. Hij is van het merk Axel Arigato. Hier staat alleen Arigato. Maar goed, komt van de Bijenkorf. Helemaal blij mee. Helemaal super. Maar hij was 1 seconde binnen en er wordt gelijk weer hard gewerkt. Er wordt hard geplukt. Want we krijgen een nieuwe, hoe heet die dingen? Schakelaars. Kijk, hier hangt er ook al eentje. Zo, dat vond ik wel even wat mooier. Het staat vooral zo mooi bij de muur. Dit zijn echt van die details. Dan denk je van, boeien. Wat boeit het? Maar het boeit wel. Nee, maar ik dacht ook eerst van, boeien. Maar eigenlijk is het toch wel mooi dat het gewoon een beetje ook bij de muur past. Ja, hoort bij het volwassen leven, denk ik. Ga je op dit soort stomme dingen letten. Maar ja, nou, de doorslaggevende factor was eigenlijk dat de ramen, zo. Dit is natuurlijk ook allemaal zwart. De kozijnen, dat is gewoon standaard zwart. En ieder appartement is dat zo. Dus daarom vond ik het wel mooi als het allemaal bij elkaar zou matchen. En de badkamer is trouwens echt een chaos. Doe even dit licht aan. Woe. De mensen van de vloer zijn weg. Wat betekent dat de vloer af is.
Oh my god. Ik ga jullie dat in de volgende video allemaal laten zien. En daarin wordt ook de keuken geplaatst. Die ga ik wel laten zien. De bank komt. Het bed is vandaag al gearriveerd. Dus die gaan we in elkaar zetten. Dus in de volgende video komen echt de meubels een beetje tevoorschijn. De eettafel trouwens ook. De tv-kast. Nou, er komt echt in één keer heel veel. Dus het inrichten gaat beginnen, jongens. Oh my god. Zoveel zin in. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Zodat je de hele verhuisserie meekrijgt. En druk natuurlijk even op het duimpje omhoog. Dat zou ik super leuk vinden. En hopelijk zie ik jullie dan bij de volgende video. Doei doeg!